Welkom dames en heren bij een nieuwe game. Dit wordt geen complete walkthrough, maar dit wordt gewoon een korte video over The Binding of Isaac Rebirth. Het is dus een remake van de originele Binding of Isaac. En ik vind het een op zich redelijk spel. Ik heb er niks mee, maar ik heb er ook niks tegen. Om het zo te zeggen. En het is dus de bedoeling, wat ik dus begreep aan deze game, dat je dus door je moeder, je moet je moeder vermoorden, begreep ik. Ja. En er zijn dus allerlei monsters die je moet tegengaan. En de knoppen zijn heel vervelend, want je schiet... Ja, het is even wennen. Ja, het is gewoon een kwestie van wennen. Dit is met WASD loop je dus rondjes. En met de pijltjes toetsen schiet je dus op allerlei monstertjes die tevoorschijn komen in het spel. En dit zijn dus monsters die nogal best wel bang voor me zijn, lijkt het net. Ze zien er ook best wel grof uit, vind ik. Oh, eentje ontplofte zelfs met een bom. En hier loopt een lichaamsdeel. Nou, en als je dan alle poppetjes hebt gedood, dan kan je naar het volgende stukje level. En we komen gelijk naar een baas. Nu al zo snel. Jemini. En Jemini ziet er creepy uit. What the fuck? Het is een mannetje en die heeft een soort van baby achter zich aan. Hij ziet er echt heel creepy uit. Maar ik heb dus ook gehoord dat je hele schattige beestjes hebt in het spel. Oeh, hij rent achter me aan. Waarom duurt het zo lang voordat hij doodgaat? Kom op. Hij is moe, hij is moe. Nu kan je hem doden. Nou ja, doden. Een soort van. En wat ik dus schiet, leken het sneeuwballen. Maar het zijn dus geen sneeuwballen, dat dacht ik eerst. Oh, die baby komt achter me aan. Wow, die rent achter me aan. Als je doodgaat in het spel, dan moet je opnieuw beginnen. Maar niet helemaal opnieuw. Ja, je moet zeg maar, het is heel raar. Het zijn 5 niveaus en je komt elke keer een niveau hoger, begreep ik. Maar door de rotsen kan ik hem niet goed schieten. Oh, ga dood! Hè? En we kunnen een hartje pakken van... Oh, dat hartje heb ik gepakt. Mooi. En een... Nog hartje en een hak. Mom's heels. En we gaan een niveautje lager. Oh, je gaat naar beneden. Je gaat niet naar boven. Je gaat naar onder. Want je moet mama gaan zoeken. En je droomt hoe mama... Met de dikke varkenspoten jou... Basement 2. Een soort van plet. Dat is volgens mij zo'n kamer waar je niet in wil voor challenges. Volgens mij moet je hierin. Wat... Holy crap. Oh, dit is moeilijk, dit is lastig, want ze schieten een soort van bloedtranen. Oh, dit is echt knap, knap irritant dit. Je moet een soort van heel te bewegen en het duurt heel lang voordat je ze dood. Oh, la 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 la. Kom, schieten! Het is zo moeilijk, het is zo moeilijk. Dit is echt wat, echt een KUT-besturing. Dat meen ik echt serieus. Maar we doen het er gewoon mee, want het is gewoon een kwestie van wennen, hè. Dat is gewoon zo. We openen een kistje en wat zit er in het kistje? Spinnetjes! Wat gaan die spinnetjes doen? Oh, die beschermen wij. Mooi. Beschermen maar. We gaan naar het rechte pad. En ik hoop dat die spinnen mij nu beschermen tegen het onrecht en het kwaad. Oh shit. Oh shit, 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 shit. Het zijn een soort van vliegende beesten. Gelukkig hebben die spinnetjes mij geholpen. Ik ga dat vuur uitmaken bij mijn tranen, logisch. Maar daarom dacht ik eerst sneeuwballen. Die kunnen namelijk ook het vuur uitmaken. Er gebeurt helemaal niks. Kunnen we hier naar beneden? Nee. We kunnen alleen naar rechts toe. Oh, er komen nog meer van die vliegende rare monstertjes. En ik... Er is iemand op Teamspeak, Oscar, en die weet heel veel van deze game. En die zei dat er meer dan 500 skills waren die je kon pakken en zo. Ik heb een sleutel. Kan ik die gebruiken voor deze deur? Yes! Anti-gravity? Ik weet niet... Holy crap, je kan er meer afvuren nu. Yeah! Beetje een bad guy speel ik nu. Maar The Binding of Isaac is dus geremaked. Daarom heet het ook Rebirth. Er is over nagedacht. Het spel kan je gewoon kopen op Steam als je wilt. Mocht je het geïnteresseerd in zijn. Ik ga eens naar boven, want we hebben geen sleutel. Oh shit, die monsters komen op me afgelopen. Oh, er komen aan alle kanten monsters! Wat is dit? Dit is toch veel te moeilijk? Dit mogen we niet insluiten, we mogen niet insluiten! Daar! Oké, loop, 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 loop. Ze sluiten me in, zag je dat net? Oh crap. Yeah! Kom op! Maak hem van kant. En er komen ook allemaal lichaampjes weer. En die lichaampjes moet je ook schieten, want die spuiten ook van dat bloed. En dat bloed, dat kan je doden. Ik weet niet waarom bloed je kan doden, maar dat is gewoon de regel van het spel. Wat is hier nog meer van die lichaampjes? Er zijn er zoveel. Kijk, ook al dat bloed en zo. Grappig gedaan. Oh, shit. Oké, we hebben het gehaald. En een sleutel wordt daar neergelegd. We kunnen die sleutel gebruiken, denk ik, voor die kamer hier. En wat zit daarachter? Ik hoop geen monsters. Oh, we kunnen iets doen hier. Wat kunnen we doen? Kunnen we hier aan die donation zitten?
Ik weet niet wat hij doneert, maar in ieder geval... Er is een kamer waar je dingen in kan kopen. Oh, weer van die rare monsters. Die schieten weer van die tranen. Die vind ik heel vervelend. Hoogst verzeven. Ik heb nog één hartje, dus ik mag niet geraakt worden. Ik hoorde ook dat het met een Xbox 360 controller of sowieso een controller betere besturing was. Dus, oh, laten we... Mag ik alsjeblieft naar die baas gaan? Kom op. Dit is een hele vervelende, die gaat niet dood. En nu gaan we naar de baas. En die baas heet het Monstro Monsterlo Monster. En die heeft twee van zijn kameraadjes. En hij schiet heel veel enge dingen en zo. En hij kijkt ook heel blij, zeg maar, dat beest. En er zitten nog andere tranen erbij of zo. Oh! En hij knelt in één stuk. En, oh yeah. Dit gaat goed. Ik heb hier vertrouwen in. Ik heb hier sowieso vertrouwen in. Oh, wat spuit hij veel bloed. Oh! Je moet uitkijken voor die maniac. Maar ik heb het gevoel dat hij makkelijker is dan die vorige baas. En ik ging bijna dood, zag je het? Dit is wel een soort van spannend, omdat ik zeg maar bijna dood ga. En jullie hebben zoiets van, Vincent, hou dit nog even vol. Alsjeblieft, maak in ieder geval wel die baas af, weet je wel. Oh, dan mag ik nog één keer geraakt worden. Maak het spannend. Oh, er komt één hartje bij, een soort van. Alsjeblieft, alsjeblieft. Vincent. Dit is zeg maar de bedoeling om de Nou, ik ben dood, helaas. En dan staat ik van... Lief dagboek, ik ben vandaag dood gegaan. Ik ben gedood bij dit monster in de basement. Nou, zoals je ziet ga je dus opnieuw beginnen, maar niet helemaal. Want er komen elke keer nieuwe monsters en er komen ook elke keer nieuwe levels. Er wordt gewoon... Het is elke keer een ander spel, zeg maar. Dat is een beetje de bedoeling. Dat monster is bang voor mij, zie je dat? Dat is op zich wel goed. En die andere is een soort van vrolijk, maar die leek een beetje op mij. En vraag me niet wat het zijn, of het zijn gewoon monsters in de kelder. Zo moet je het zien. Het is nog niet echt een reden wat het is. Ik weet nog niet eens wat het is. Ja, kom op. Het is dood. En dan nog één zo'n lichaampje. En als je dus alle monsters hebt gedood in het level... Dan ga je dus naar het volgende stukje level. Want dan opent er weer een nieuwe deur, zeg maar. En ik zie dat er gelijk een baas komt. Als we deze monsters hebben gedood. Een soort van bewegende lichaamsdeeltjes. Ja, laat hem doodgaan. Laat hem dood. Ja. En we gaan naar Dingle. Het lijkt op een grote gigantische drol. En dat is het waarschijnlijk ook. En dit is voor het eerst dat ik dit monster zie. Dus ik weet ook niet wat hij doet. Maar hij schiet gewoon heel veel bloed. En hij gaat fluiten. Oh! Oh! Oh shit! Hij poept ook zelf. Oh, deze is heel vervelend en sterk. En... Laat ik eerst die andere poepjes even... Oh! Oh, dat monster... Oh, het is echt serieus pittig. Deze baas was echt pittig. Nou, dit was een beetje de game. Ja, heel simpel eigenlijk. Vond je het een leuke video? Vergeet niet een like te geven. En vergeet niet te abonneren in het midden van het scherm. En dan zie ik je volgende keer terug bij een nieuwe video van een game. Maakt niet uit wat. We doen gewoon random iets. Doei!